Het is een raar fenomeen dat wij voor het plezier dieren uit het water halen, beschadigen. Maar wat is dan de oplossing volgens jou? Daar moet je gewoon mee ophouden. Ja. Want okay. Met stieren vechten. Sjoe. Nou, precies. U zegt daar moet u gewoon mee ophouden. Dat is een ridicule bewering. Als ik terugkijk naar mijn jeugd, een geweldige jeugd gehad, onder meer door het sportvissen. Met vrienden altijd naar de waterkant. Prachtige herinneringen aan. Als ik nu maar naar mijn zoontje kijk, anderhalf jaar oud, zie ik al naar uit om straks mee te gaan vissen, als hij het leuk vindt. Die gaat er ook wel hele mooie ervaringen mee opdoen en ook een leuke jeugd hebben. En dat kan je niet afpakken van mensen, want wij doen die vissen geen pijn, we doen ze geen kwaad. En dat weet ik uit eigen ervaring. Als je ziet hoe dat vissen reageren als je ze eenmaal gevangen hebt. Ik doe het nu 25 jaar, nog iets langer zelfs. Die vissen die zetten wij terug. Die gaan niet dood, die zijn niet beschadigd. Die hebben een minuscuul gaatje in hun lip. Ze worden gepierst. Van die haak. Je hebt een heel klein haakje met een micro weerhaakje eraan. Of weerhaakloos, dat kan ook. Ja. Maakt niet zoveel verschil uit. Die hebben een heel klein gaatje, die zet je terug en die dus zwemmen weer rond. Geen kwaad. En die worden net zo oud als dat ze normaal geworden zouden worden. Sterker nog, dankzij de hengelsport worden ze nog ouder mogelijk dan ze normaal zouden worden. Dat is een nieuw onderwerp, maar Jonas, ja, 2 miljoen mensen die vissen. Ja. 15.000 in Amsterdam. 18.000 zelfs. 18.000 zelfs, 18.000 nog zelfs. Meer. Ga je dit doorheen krijgen? Nou, dat is nog maar de vraag. Hangt er vanaf of de politieke partijen zich houden aan hun eigen verkiezingsbeloften. Namelijk? Ze hebben op de kieswijze van de dierbescherming aangegeven dat ze eigenlijk het sportvissen willen paal en perk willen toerekenen.